Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Hier is ie weer. Oké. Ja, ik was er dus een week niet. Ik kreeg vele berichten. Jan, waar zijn de reviews? Ik ga er zo lekker op. Ik kijk altijd de reviews. Waarom zijn ze er niet? Wat is er met je aan de hand? Ben je overleden? Antwoord op de laatste vraag, nee. Ik leef nog. Maar waarom heb ik het niet gedaan? Nou, ik zal je vertellen. Vorige week zaterdag hadden wij een roddelpraatfeest. En dat duurde heel lang. En daar was ik zo schoftig kapot van, dat ik maandag eigenlijk helemaal niks meer kon. Dus toen had ik een maandag niet gedaan. Toen moest ik woensdag eigenlijk doen. Toen dacht ik, ik ben nog steeds niet helemaal oké. En toen dacht ik vrijdag, ja, dan slaat het ook nergens op om het nu wel te doen. Snap je? Dus ja, het was een combinatie van vermoeidheid, luiheid en flegmatiek. Flegmatiek, mooi woord. Maar ik ben er weer en ik hoop voor lang. Ondanks dat ik nog steeds mijn longen uit mijn longen hoest. Nee. De vraag is natuurlijk, en die vraag blijft staan, ondanks een weekje retraite. Wat zit er al in het doosje? Wat heeft ons Agweetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Eigenlijk ben ik er nu alweer zat van. Nee. Pak een melk. Melk is goed voor elk. Maar niet voor Jan, want die piest ervan. Goh, sammekraken, wat heb ik dat vaak moeten horen in mijn jeugd. En iedere keer als iemand dat zei, dacht ik, denk nou niet dat je grappig bent. Want er is helemaal geen moer aan. Met je melk is voor elk, maar niet voor Jan, want die piest ervan. Punt 1, melk is helemaal niet voor elk. Hè? Zo ook mensen gewoon met een, bijvoorbeeld een allergie voor zuivel. En niet voor Jan, dus dan word ik uitgesloten. Nou, dat buitensluiten, dat begon dus al vroeg bij mij. Want die piest ervan. Oh, de rest van Nederland, die pist niet van melk. Nee? Die kunnen gewoon lekker liters melk zuipen zonder te pissen. Nou, dat gelooft geen mens. Dus het is een vervelend, naar een stigmatiserend, beledigend en discriminerend grapje. Melk is voor elk manier van Jan, die piest ervan. Kijk nou even lekker de pest, zeg. Ja, ik word er nu alweer kwaad van. Gaf, was dat vervelend. Enfin, is melk voor elk niet voor Jan, die piest ervan? Nee, want ik gebruik nauwelijks zuivel. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Het is niet dat ik intolerant ben. Ik ben niet intolerant. Maar ik vraag. Ik heb er niet zo. Het is niet dat ik denk een lekker glas melk. Of een lekker glas karnemelk. Of een bakje yoghurt. Ik heb er weinig mee. Dus eigenlijk gebruik ik te weinig zuivel. Want zuivel is niet zo goed voor je. Waar het niet dat er calcium in zit. Wat goed is voor je botten. Dus als ik een jaar of 60 ben, zak ik volledig in elkaar. Dan zijn mijn botten zo broos als de reet van ons Sint-Nicolaas. Enfin, dat is wat het is. Dan neem ik de hele tijd wel een paar calciumpillen. Het kan mij niet verrotten. In ieder geval, het doet mijn broekje niet bollen, een glas melk. Nee. En ik vind melk in mijn koffie, weet je, van die cappuccino drinkers. Daar heb ik ook geen last van. Dat vind ik ook niet lekker. Dus ja, ik zit hier nu met is dat 4,5 liter? Ja, 3,5 liter volle melk. Want het is allemaal volle melk. Volle melk van Arla, biologisch. Deze komt uit de koe. Deze is biologisch. De rest niet. Slaat nergens. Volle melk van Albert Heijn. Beter voor koe, natuur en de boer. Kijk, dat is even leuk. Beter voor koe, natuur en de boer. Terwijl Albert Heijn de boeren volledig uitknijpt om ze nauwelijks iets te betalen. En dan staat er beter voor de boer pakketje. Nou, dat durf je wel, hè. Dan hebben we hier opeens een plastic fles. Mijn melk, lekker vers, Boer Reinders, Wieringer Weidezuivel. Verse volle melk direct van de familieboerderij Rotgans in Hippolytushoef. Nou, dat is niet zo heel erg ver vandaan. En dan hebben we hier Boeren van de Amstel. Kijk, daar staat een meneer op. En hier is er nog een meneer. En daar staat een mevrouw. En daar staat nog een meneer. Wie het zijn, mag God weten. Ja, die zullen wel werken bij Boeren van Amstel. Onze koeien grazen op kruidenrijke weilanden en hun melk wordt niet gestandaardiseerd. Dat proef je. Het zou allemaal wel. Nu vraag je af, het zou allemaal wel. Jan, hoe kwam dat? Ben je lethargisch? Ben je weer lethargisch? Nee, maar ten eerste geloof ik dat alle melk uit koeien komt. Dus iedereen heeft zo'n lulverhaal. Dus hier heb je biologisch.
Nou, deze is van een boerderij. Deze is ook van een boerderij. En deze is dan opeens goed voor de boer, natuur en de koe. Nou, ik zeg het stellen, het komt allemaal van een boerderij. Hè? En kruidenweilanden, ja, ik denk niet dat ze dat extra saaien. Ik denk dat er gewoon, ja, die troep die groeit gewoon in het weiland. Dus dat zal ook wel bij deze boer zijn, bij die ook, bij die ook. En bij hem is het dan biologisch. En waarom is het dan bij hem biologisch? 100% natuurlijke zuivel. Ja, nee, de rest komt lekker uit de fabriek. Nou, wij gebruiken geen pesticiden en geen kunstmest. Ah, misschien is dat het dan, dat zij geen pesticiden en kunstmest gebruiken. En die wel, of niet, weet ik veel. Ze doen allebei. Kijk, en ik zal je wat vertellen waar ik een beetje een hekel aan heb. Op dit moment, ja, worden de boeren als een soort criminelen gezien. Hè? Want boeren, ja, dat is het meest nare volk van het land opeens. Tenminste, dat vinden linkse mensen en de media, die vinden dat. Die vinden ook dat die boeren maar eens weg moeten. Dat die boeren ons vreten verschaffen, dat doet er niet zoveel toe. En dat ze dan die natuur een beetje blij proberen te houden voor ons, dat doet er dan ook even niet toe. En dat het een enorm exportproduct is waar we heel veel geld aan verdienen, dat doet er ook even niet toe. Want die mensen die hebben bedacht dat ze weg moeten en weg is weg. Dat is één. En aan de andere kant worden dus de boeren helemaal gehyped. He, met kijk, dit is een echte boerderij. Kijk, hier heb je de boer zelf. En dan zegt Albert Heijn van, ja, dit is beter voor de boer. En deze zegt, nou, en hij gebruikt ook nog eens een keer geen pesticiden. Dus aan de ene kant worden ze naar de kloten geholpen en aan de andere kant worden ze gecultiveerd. En daar heb ik een broertje dood aan. Mag ik het even zeggen? Maar, dit is een reviewkanaal en geen politiek kanaal. Ik heb ook wel eens een politiek kanaal gehad, maar daar keek geen hond naar. En dat werd gelijk door YouTube gecensureerd. Maar, dus ik ga even terug naar de basis. En wat is de basis? Naast André Hazes het proeven van producten. Floppy, 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 vier glazen, ga ik ze inschenken. En ja, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat alles gewoon wit is. Ja, nou deze is wit. Deze is ook wit. Het is niet te geloven, maar ik verwacht dat deze, ja, die is ook, god, gaat er mooi naast, die is ook wit. En de boer uit het flesje. Melkje daarvan is ook wit. Nou, het is nog niet te geloven. Kijk, dit is duur. Dit is duur. Dat ziet er duur uit en is het ook duur. Dan is dit goedkoop. En niet alleen omdat het een half pakje is, maar ja, omdat het gewoon een huismerk is. En dit is er dan, denk ik, tussenin. Dus dit is gecultiveerd, gehyped. Dit is het biologisch en dit is gewone melk. Er staat hier bijvoorbeeld dat deze melk klimaatneutraal is. Klimaatneutrale melk. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Of niet? Ik kan mij het rotten. Ik begin met de goedkoopste. Bij de volle melk van Appie de Gappie. Wat proef ik? Ja, melk. Oh, dat wordt weer zo'n review. Drie glazen water. Dat had ik vorige keer ook. Ja, melk. Weet ik veel. Volgende. De biologische, klimaatneutrale, niet met pesticiden en samen tegen de verspilling pakket van Arla. Smaakt heel anders dan die van Ab. Nee. Nee, totaal niet anders. Twee keer zo duur. Ja, het is niet dat je hier wel de pesticiden in proeft en hier niet. Het is niet dat je hier de klimaatneutraliteit proeft en hier niet. Dus dit is heel veel gelul en weinig wol. En dit is gewoon weinig wol. Enfin, dan gaan we naar deze gezellige mensen. Boeren van Amstel, volle melk. Even kijken hoor. Ze zorgen toch voor een keten. Ze zorgen voor een korte keten tussen stad en land. En onze koeien die grazen in het Amstelland. Op nog geen 10 kilometer van de Dam. Dus dat zijn de koeien die dicht bij Amsterdam grazen. Ja, ik weet niet of dat nou een pro is voor die koeien. Want Amsterdam is een vieze stad. Dus al die stikstof en alle andere ellende komt er ook terecht. Hè? Want stikstof is een heel groot probleem. Denken mensen in Amsterdam. Die stemmen allemaal GroenLinks in D66. Gaan we. Ja, ik proef geen enkel verschil.
En dit is toch een stukje duurder dan dat. En ook zelfs dan dit. Nee, dat is lekker. 3 glazen melk. Ik mag toch leiden dat deze, waar ze zo hun best voor hebben gedaan, naar het Weringenweide, dat die echt toch anders maakt. Het zijn 4 soorten volle melk. En dan verwacht je toch dat er een beetje verschil is. Ze doen in ieder geval allemaal alsof ze helemaal anders zijn. Maar dat is niet helemaal een gevalletje. Nou, daar gaat-ie. Het is werkelijk niet te geloven, maar de boer Reijer uit de Wieringenweide Zuivel, deze maakt precies hetzelfde. Wat een klote test dit, zeg. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes, ja, dat wordt niet eens spannend. Het is allemaal een lekker glaasje melk. Het proeft allemaal hetzelfde. Van goedkoop tot duur, biologisch, klimaatneutraal. Een boer uit Amsterdam, uit Wieringenweide, plastic flessen, moeilijke afbreekbare pakken. Het maakt helemaal geen ene moer uit. Het is allemaal hetzelfde. Het smaakt allemaal hetzelfde. Dus, ja, ik gun elke boer zijn geld. Maar stel dat ik zuivel zou drinken, zou ik gewoon de kopers kopen. Wat is dit nou? Het is totaal geen verschil. Ze krijgen allemaal een 7, omdat ik voor de boeren ben. Ik ben pro-boer. En niet zo pro-zuivel, maar kamaai het rotte. Bedankt voor het kijken. Dit was weer een review. Ja, jullie vroegen erom, krijg je het ook. Nou, doeg!